In deze film ga ik doordrukken en tegenhouden. En ik ga het mezelf niet te moeilijk maken. Ik ga gebruik maken van een bereikmasker. En een bereikmasker, dat vind je bijvoorbeeld bij het aanpassingspenseel. En dan staat het hieronder. Het is nu nog uit, maar als we een klein stukje selecteren, bijvoorbeeld, dan zie je dat de optie bereikmasker erbij komt. En in dit geval heb ik gekozen voor zwart-wit. En dat is puur zodat het allemaal lekker duidelijk is. Nou, wat kun je met dat bereikmasker? Ik kan met dat bereikmasker bijvoorbeeld kiezen voor de luminantie. En met luminantie kan ik ervoor kiezen om iets toe te passen in het donker of in het lichte gebied. En dat is eigenlijk wat ik in dit geval wil. Ik ga mijn masker eerst nog even een klein stukje aanpassen. Stel je bijvoorbeeld voor als ik even de verzadiging terugzet op nul. Je hebt in dit stukje eigenlijk gewoon lichte en donkere stukken. Je hebt de highlights bijvoorbeeld op de randen en je hebt de donkere stukken die wat meer uh, dieper weg zitten. Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen van laat dat gewoon in één gebied zien... Als je bijvoorbeeld normaal met het aanpassingsperceel werkt en je zou een bepaald gebied willen versterken, bijvoorbeeld alleen de randjes, alleen de hooglichten, dan zou je erg nauwkeurig te werk kunnen gaan. Maar met het bereikmasker luminantie is dat niet per se nodig. Want je kunt het bereik, wat in dit geval van 0 tot 100 staat, gewoon aanpassen. 0 is het donkere en 100 dat zijn de lichte partijen. En als ik bijvoorbeeld zeg van nou ik wil het alleen in het lichte gedeelte laten zien, dan schuif je het bereik gewoon op. En je ziet wat er gebeurt. Mijn verzadiging is eigenlijk alleen weg in de hele lichte delen. En de vloeiendheid bepaalt een beetje de overlap. Dus als je die op nul zet, dan is het vrij strak. En dan zie je het effect ook gewoon het beste. Je ziet dat het grijs wordt in de absolute hooglichten. Nou is dit op zich niet zo fraai. Dus ik hou de verzadiging gewoon even op nul. Maar stel dat ik bijvoorbeeld zeg van nou ik ga de belichting iets omhoog gooien. En ik maak het iets vloeiender om een iets mooiere overloop te creëren. Druk het een klein beetje terug. En stel dat ik ook bijvoorbeeld hier nog gewoon bij schilder. Wat er nu gebeurt is, in plaats van dat alles gewoon licht wordt, wordt eigenlijk alleen in het bereik tussen de 63 en 100% lichter. Zet ik het bijvoorbeeld terug, dan zie je dat gewoon ja, de hele, uh, wat is het, capuchon lichter wordt. Maar dat wil ik bijvoorbeeld niet in de donkere gebieden. En dat trek ik dus gewoon zo naar een bepaald bereik. En het werkt ook de andere kant op. Als ik namelijk een nieuwe kwast maak, die ik donkerder zet, en ik ga dan schilderen. Dan hoefde die alleen maar donkerder te worden en niet de verzadiging op nul te trekken. En ik zou dan een bereikmasker van luminantie maken, en ik zou bijvoorbeeld niet bij 100% beginnen, maar het alleen in de donkere gedeelte actief willen hebben. Dan zie je dat dat ook kan. En zo heb ik in een handomdraai eigenlijk al gewoon een stuk donkerder en een stuk lichter gemaakt, en met een bereikmasker dat ook gewoon beperkt tot de donkere gebieden en de lichte gebieden. Dit is bijvoorbeeld de before, en dit is de after. Je ziet, het maakt toch gewoon wel een wereld van verschil. Zeker als je er bijvoorbeeld op het totaalplaatje kijkt, before en after. Nou, en je zou in dit geval ook nog kunnen zeggen van, ach, weet je wat? Ik pak ook nog hieronder het stuk mee. En met het bereikmasker laat ik de hooglichten in dit geval beschermd. En ik maak er nog één. En dat doe ik precies de andere kant op natuurlijk. Daar maak ik delen lichter in. En ik zorg met het filter dat dat niet toegepast wordt in het donkere gebied. Dit was het waarmee ik begon. En dit is zoals het nu is. Nou, en je ziet toch gewoon in een handomdraai: heb ik gewoon veel meer glossy. Uit deze foto weten te halen door een beetje te doordrukken en tegen te houden. En met het bereikmasker luminantie heb je dat gewoon heel netjes beperkt tot je donkere en lichte gebieden. Tot zover de film. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.